Gamecloud. Het is vandaag dag 4. We gaan vandaag Activision checken. We gaan Modern Warfare even bekijken. We hebben een afspraak met de senior producer van Singularity. We gaan ook nog de Red Shield 2 checken. Dus kom mee, we gaan naar binnen. I close my eyes, I put my back against the wall, put my glasses on, and I don't see no one at all. I'm in my own world, and all that I can see is girls, girls, girls. In the club, them are rolling, boys, boys, boys. At the bar, them are balling, popping champagne, them till the early morning. We hebben zojuist Singularity bij Activision mogen checken. We hebben dit spel mogen checken samen met uitleg en informatie van de senior producer waarvan de naam even ontschoten is, maar dat maakt niet uit. Hij gaf ons heel veel informatie over de game. De game gaat heel veel over tijd. Je kan spullen opmaken, oppakken zeg maar, en die kan je oud maken en weer nieuw maken. Dus je moet denken, wij kregen een level te zien, een trap was kapot. Dus kon hem weer nieuw maken waardoor die trappen helemaal gerepareerd was. Of weer oud maken zodat hij weer kapot was. Ook kon je mensen zeg maar met zo'n supersonische hand was dat dan. Die kon je dan pakken en die kon je dan oud maken. Waardoor ze dus gewoon, ja, eigenlijk gewoon verasten. Want zo is het dood dat een beetje as. Het zag er echt heel goed uit. Je had speciale wapens waardoor je... ook kogels uit de lucht kon grijpen, gewoon vloog van die heuse raketten vlogen op ons in. En die konden gewoon zo in de hand pakken en in één keer weer terugschieten. Het zag er allemaal heel goed uit. Dit was de Xbox 360 versie, het spel komt ook naar de PC en PlayStation 3. Game bevat ook een multiplayer, waar ze nog heel hard mee bezig zijn. Ze zeiden dat de singleplayer zo goed als af was, maar de multiplayer waren ze nog hard mee aan het werk. De game zat gepland voor 2010, ze wouden ons niet geven wanneer in 2010, maar dat zullen we uiteindelijk wel horen. Maar ik zou zeggen, hou die game goed in de gaten, want dan wordt het echt toppen. Roach, these Muppets have no idea we're here. Let's take this nice and slow. You take the one on the left. On three. One, two, three. Nicely done. We waren net bij de live demo van de presentatie van Modern Warfare 2. De live demo, het werd gewoon gespeeld. Het zag er heel goed uit. Het heeft mij op alle gebieden laten verbazen. We hebben de sneeuwlevel die in de trailer hebben kunnen zien, hebben wij in de live demo dus gezien. De speelbare versie. Het klimmen op de muur met het ijs, alles klopte. Je zat zo in de game, je wordt zo meegetrokken met alle gevaren die er in dat gebied rondzwerven, zoals afbrokkelende stukken van ijs, opeens mannen die overal vandaan komen, hinderlagen. Je komt zo in de game dat je gewoon op sommige momenten heel erg of momenten gaat schrikken. Het is gewoon, het viel me op dat de sneeuwscooter kan je besturen. Op de sneeuwscooter kan je ook schieten. Overal komen sneeuwscooters met andere vijanden komen tegen je aan. Het zag gewoon heel indrukwekkend uit. Heeft wat vind jij ervan? Ja, ik vond het ook heel indrukwekkend eruit zien. Het zag er allemaal heel compleet uit. Ik denk dat het wel een beetje verwacht was. Dat kan natuurlijk nog meestal wel goed. Dus. Ik denk dat het een echte topgame wordt. We hebben zojuist Red Shield 2 mogen spelen. We hebben de game echt even goed door kunnen nemen. We hebben zowel de zwaard samurai acties en de schietacties mogen doornemen. Ons valt op dat het spel best wel eentonig toch wel is. Je hebt steeds als je met je geweer loopt, krijg je deurtjes dat je op bepaalde punten moet schieten om je deur open te doen. Dus dat is, vaak wordt het herhaald. Toch ziet het er wel goed uit. Bij de zwaardacties als je echt gewoon een beetje zo spastisch zwaard, een beetje staat te zwaaien, hij slaat er wel, maar je hebt weinig minder attack. Als je echt
Paul staat te zwaaien met je armen. Dan gaat de aanval ook echt harder. Dat is eigenlijk wel echt goed uitgewerkt. Wat ik al zei, voor een Nintendo game ziet de game er toch echt goed uit. Het is misschien niet de mooiste Nintendo game. Daar komen we later nog wel terug, de mooiste denk ik. Maar het ziet er toch wel goed uit, maar toch wat ik zeg, veel eentonigheid. Met een zwaard kom je altijd bamboehekjes tegen die je kapot moet slaan. En je loopt nog maar een klein stukje, kom je weer een bamboehekje tegen. Die moet je weer openslaan, want dan kom je een vastje tegen en die moet je weer killen. Dan krijg je weer, en je wordt steeds tussen bepaalde paadjes allemaal doorgestuurd. En het is niks open, je hebt geen vrijheid. Die je elke keer een beetje, naar mijn idee, dezelfde dingen voor je kiezen. Maar voor de rest blijft het een leuke game. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me with divine intervention. I reckon it's again my turn to hear a song or learn a song. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. We hebben zojuist bij EA hebben de presentatie gehad van Command & Conquer 4. We kregen 15 minuten een korte presentatie waarin onze trailer werd gezien en een live demo. Daan die is onze Command & Conquer speler hier. Je hebt een menig deel gespeeld, dus wat vond je ervan? Ja, ik vond de game zag er gewoon heel pakkend uit. Vooral na de eerdere versies, dit deel ook serieus het mooiste. Ook inleidend stuk met weer echte mensen, word je toch weer enthousiast gemaakt van hey, we gaan even lekker knallen. En volgens mij was dit het laatste deel van Command & Conquer. Ze willen in ieder geval de saga waarmee ze zijn begonnen, willen ze hiermee afsluiten, dus het komt op zijn einde. Dat is ook wel mooi om te weten. Voor de rest, ja, je hebt sommige nieuwe creatures, zeg maar, sommige nieuwe wapens. En je hebt ook drie verschillende classes. Defense, offense, support. En support, ja. En dan kan je daaruit kiezen. En dan heb je verschillende wapens ook voor. Of je wil gaan aanvallen, of je wil gaan defense, of je wil gaan supporten. Verder, als je dood bent bij de eerste Command & Conquer, was dat dus zo dat je de missie was afgelopen of je moest weer terug naar het zware spel. Maar nu, nu is het zo dat je gewoon verder kan gaan. Je kan opnieuw kiezen of je support, offense of defense wil kiezen. En of je daar dan een nieuwe tactiek mee wil gaan beginnen. Het zag gewoon heel goed uit, heel pakkend. Ik denk zeker dat dit een van de beste versies gewoon van EA.